Hallo allemaal. Welkom bij een stap terug in de tijd. We gaan terug naar 1995. Ik was toen 25 jaar oud. Toen kocht ik dit spel. En het spel komt uit 1995 dus. Het is ontwikkeld door Origin Systems en Real Time Associations. Zeg ik dat goed? Ja. Het is op de engine van Ultima 3 Pagan. En de uitgever is, toen waren ze nog goed, Electronic Arts. Nou zijn het moeilijk, hè? Is geworden. Maar goed, laten we er verder gaan. Op een toestel uit 1995 ziet dit beeld er nog veel mooier. Ja, jullie zien dat niet. Ik zit op een Samsung Curve televisie te kijken, maar... Die lijnen die zie je sowieso in het spel, want zo is het spel opgemaakt. Ik kan even niet, ik vergeet hoe ze dit soort filmpjes noemen. Oh. Shit ahead. Oh, wat is dat nou? Wat is dat? Even zet, boom! Je hebt ook deel 2, No Regret. Die heb ik ook. Dat zal ik ook op mijn scherm is stuk. Ik zie niks meer. Ik heb de cd's heb ik hier in mijn kist liggen. Netjes weggelegen. Veilig. Deze heb ik digitaal gekocht op Origin. Wat betaal je nou voor het spel? Ik geloof 5 euro. Ik weet het niet, ik heb hem jaren geleden heb ik hem al gekocht. En ik kwam erachter dat ik de Sims 4 had gekocht. Want dan laat je zien welke spellen je destijds gekocht hebt. En onder andere Crusader zat ertussen. Ja, nou het is zondag, dus we doen weekend. Ik cheat wel. Met cheaten bedoel ik dan dat ik als ik dood ga, full health weer opstaan. Want anders ben ik helemaal terug van het begin. Naar de plek lopen waar ik naartoe moet. En dat is in het begin is dat niet zo erg, maar als jij hoger bent, dan... Ja, je bent een cyber agent en je bent besloten om over te lopen naar de geallieerden. To prove your sudden change of heart. You are to spearhead an attack to take a consortium refinery offline. Het spel kan je niet met muis spelen, alleen met toetsenbord. Of joystick, maar moderne joysticks. Is die geen fan van, want dan blijft hij alleen maar draaien. En helaas, ik heb geen joysticks meer van 1995. Wel van 1986, maar die pas hier weer niet. Want ze hebben van de Commodore 64 en van de 500. Dus ja, daar heb je ook niks aan. Good luck. Maxis. Sims. You're not supposed to be here. Nee. Ah, shoot. Nu gaat het alarm luiden. Code red. Unauthorized entry. Nee, we gaan het verbranden. Oh, ben ik iemand die erin trapt om erin te lopen. Heerlijk. Als je health laag is, dat is dus je blauwe lijn. Op sommige levels heb je dit apparaatje. En jou ga ik doodmaken, want jij hebt me verraden. You're not supposed to be here. Oh, vergeet mijn cheat. Crusader, now remove. S en enter. Ja, net al lag ik zo'n oorlog een paar keer af gewoon. Nee, niet nodig.
Je kan bijna alles in dit spel kan je kapot schieten. Dat vind ik zo prettig. Hier heb je... Nou ja, je ziet het aan het symbool al, radioactief. Kijk, en daarom heb ik eerst alles gedaan, want door die explosie is alles kapot gegaan. En dan had je niks meer uit die kist kunnen halen, et cetera. Zo. Oh. Als er namelijk guards zou zijn, dan zouden die nu zwaarder bestraald worden. Je kan deze dingen, als je wil, kan je kapot schieten die hier op de grond liggen. Soms zit er een geheime ingang. Camera. Ja, maar ik laat me eigenlijk wel even vinden, want anders kun je die spullen dat het ding niet pakken. Zo. En dan is... Unauthorized entry. Security! Stap vast. Er moet nog een camera zijn. Ja. En je kan looten. Nou, alleen credits, lekker. Nee, ik stond er niet verder. En wie credits? Huppatee. Ja, dat zijn reloads voor je geweer, maar ik heb geen geweer nog, dus ik kan ze niet oppakken. Heb jij nog iets bij je? Ja. Je kan alles kapot schieten wat je tegenkomt. En ik weet vroeger, ik schoot echt alles aan gort. Oeh, die ploft een beetje te dicht bij mijn box. Het kan zijn dat er in dat lichaam wat je hier op die pose ziet staan, bij dat rondje, dat daar een sensor in zit. Je kan het altijd merken aan een rood lampje wat er brandt. Nou, die brandt er nou niet, want het is nog een beetje te vroeg in het level, maar je wordt er gek van. Dan denk je van, ah, niemand in de buurt, loop je. Ping, ping. Ja, en door die cheat heb ik alle bommen, et cetera, heb ik ook. Daarvan blijven ze liggen. Oh, en daarom blijft het minuutje ook liggen. Ik hoor weer een camera. Hier adviseer ik je geen explosieven te gebruiken. Want als je dat doet, maak je het een stuk moeilijker voor je eigen. Code red. Hoe het ook mooi is om die agent nu met die vaten dood te maken. Niet doen, want die grondplaten die worden zwak en je kan er niet meer overheen lopen. En dan is het spel gauw afgelopen. Nee, ik wil van die af. Zo ja. En als je gaat lopen, gaat die rollen. Nee, je gaat niet rollen? Oh, nou. Oké. Credits, altijd lekker. Want je begrijpt al, als je hier invalt, ben je dood. Soms kan je dit niet helpen, omdat er een robot loopt die ontploft en dan ploft hij ook je tegels weg. Nee. Ik hoor weer een camera. Oh.
jij! Staat kortmoot aan? Uit. Want zoals ik zeg, ik wil wel gewoon mijn HP naar beneden gaan. Kijk, ik kan daar niet meer over dat schort lopen. Omdat die oh shit. Kijk, dat bedoel ik. Hier. Nou, als je daarop had gestaan, had je de banana geweest. Nee, er is niks aan de hand. Er is niks aan de hand. Daarom, je kan deze ding ook niet laten ploffen, want het is je enige doorgang die je... Maar ik geloof dat... ik heb nog... Ik moet een code hebben, geloof ik, voor... Die keypad. Die keypad. Oh, nee. Credits. Nee, mag ook. Mag ook. Oh, oké. Okay. Dat is dan de nieuwe. Ja. Ja, je kan zien dat hij via DOSBox werkt. Ik ben blij dat hij daar blijft staan. Spider bombs. Nou, daar kan je gewoon overheen lopen, want die is nu beschadigd geworden. Ik heb altijd het idee dat er hier achter iets zit, maar er zit niets. Ja, af en toe heb je het in het spel, dan zie je een ruimte en dan denk je, zal er iets achter zitten. Maar ik heb Shadowplay gedaan, of Shadowplay, dat je overal doorheen kan lopen. Maar er zit niets. Daar is een keypad. Dus daar hebben we die computer voor nodig. Wat, we gaan eerst even hier op het... Dan gaan we naartoe. Nou, waarschijnlijk dat er hier een sensor zit. Ja, richten is een beetje moeilijk. Oh, richten doe je met de muis. Ik zei dat het niet moeilijk was. Maar schieten, richten is dat je richten doe je met de muis. Maar lopen en zo, dat is keyboard. De pijltjes op en neer. Oh. Ah, je zag hier iets ontploffen. Dat was dus een oog. Dat klinkt als een lift. Wat? Schiet op mij. Het is jammer, je kan het beeld niet draaien, dus... Ik weet niet wat er op mij schiet. Oh, jij! Oh nee, ik ben gewond. Ik kan health packs gebruiken om mijn HP beter te runnen. Helmpje staat. Oh, kijk hier.
cadeautjes. Zo, en dan hebben we weer. Die pet zou ik, hoef je alleen maar op te gaan staan en draait het zelf goed. Jij hebt volgens mij een code. 558, oké. Kom op. Nee! Ah, nee, dat kan je niet inkiepen. Hé, er wordt geschoten, hoor je dit niet? Hi, it's me. Uh-oh. Oeh, die hoorde ik op tijd. Oh nee, niet doen. Eerst looten. Hij heeft niks. Jawel. Credits. Dat bedoel ik. Maar die gaan we niet schieten, want we worden zelf besmet met radioactief troep. Open de deur. Dank u. Nog 12 minuten. Dus hier altijd goed kijken of voor sensoren, want vaak heb je die hier. Daar er geen camera's zijn en dan ben ik altijd voorzichtig. Zo, vast dat vuur uitgezet zodat ik door kan lopen zonder dat ik gecremeerd word. Credits, 25. Ze betalen jullie niet veel. Maar ook 25. Aria secured. Stand down from alert. Oh nee, oké, dat was geen alarm afgegaan. Dus. Het is goed. En dit is echt, het is een fantastisch spel. Vooral als je richting... een hogere level gaat en je hebt ook mijnen die hier in dit gele vak zitten. Ja, in deze nog niet. Oh, ik zou nog held gaan gebruiken. Nou ja, we komen er straks nog wel een tegen. Behalve als ik op het punt sta dood te gaan, want dan moet ik wel een held tikkie nemen. Er staat iets onder een force field. Of een deur. Maar in ieder geval, er is een force field. Ik hoor het aan het gezoem. Nou, dan hebben ze me wegblokkeren. En credits. Oké. Oh. Oeh, die was wel erg dichtbij. Ja, daar kan je niks aan doen. Dan word je geraakt. Ik ben gek op schakelaartjes. Op schakelaars. Force field off. Oké. Ik zal even laten zien. Dat geluid dat ik hoor, daaraan herken ik dat het een force field is. En je kan hier zien een blauwe ding.
En de ene keer moet je een schakelaar omzetten, de andere keer moet je capacitors kapot schieten. Je hebt ook guns aan de, onder andere turrets, et cetera, die kunnen een force field hebben. Oh, we hebben een keycard nodig. Ja, ik ben aan het kijken of er geen rode puntjes zijn. Het alarm is afgegaan. Code red, unauthorized entry. Ah, wie heeft er een kaart voor mij? Wie heeft er een kaart voor mij? Ik heb een kaart nodig. Een blauwe wil te verstaan. Wee! Hier is dat. Oh, daar zit je die muur mee op, denk ik. Nee, er is een deur. Oeh. Ik dacht dat het voor de muur was. Het gisteren. Oh, ik heb het zei toch mijnen. Oh, nog een camera. Oeh. Zo. En je moet ze niet laten leven, want jij zet het alarm uit, je loopt weg en zetten ze het alarm weer uit. 5 credits. Man. Ja, hoeft niet. Ja. Oh, shoot. Oh, dat is in de volgende ruimte. Spiderbom. Hoe kon ik ook alweer switchen tussen mijn inventory delen? Hier. En dan was het U om te gebruiken, als ik me niet vergis. Ja. Oh, oh, oh. Dat soort. Het is voor mij ook weer even inkomen. Hij staat om me te schieten. Nee. Even het alarm uitzetten. The alarm has been deactivated. Area secure. Ja, jij gaat ook dat, maar ik moest even schieten om te kijken of er geen... Oh, we gaan die robot gebruiken. Oh yeah. Deurtje open. Deurtje open. Nee. Ik mag de robot gaan doen. En die robot moet je wel kapot maken op, als je klaar bent, want anders valt hij jou. Zeg ik alles aan God schieten wat je tegenkomt. Ah, daar zit de keycard in. Oh, daar heb ik de code nodig. Mini-terminals zijn ook wel even informatief. Ah, daar kan ik mee helpen. Zo, dan parkeren we jou weer even terug. Oh nee, die rode computer is kapot. Oh nee, je kan hem geloof ik nog wel gebruiken. Ik hoop het. Ik ben altijd nieuwsgierig wat erin staat. Zo, dan ga jij netjes hier in de hoek staan.
Zodra ik de kamer uitloop, gaat hij aanvallen. Zo. Nou, we hebben hier ook een computer. Ach nee! Nee. Nou, dat is om de deur open te maken. Nou, voor de rest hebben we vrij baan hier, dus we kunnen even looten. Je mag misschien nu denken van, je kan niks kopen, maar je kan je wel. Maar pas als je verder bent in het leven, in de level, wanneer je bij die gasten zijn, waarvoor je werkt. Meestal zijn het camerapunten. Daar ligt de kaart. Tunnelkakkelig. Dat is het ding wat we kapot moeten maken. Dus we zijn er bijna. Dat ga ik niet in 3 minuten redden. Maar ik stop niet eerder dan dat ik die thermokoppel gedaan heb. Oh nee. Yes. Nou, daar kom ik net vandaan. Oké. Intruder alert. Ah, een drukpaneel. Ik zag nog een kist. Nou, dan gaan we even hier labielen. Nee, daar mag je er wel in. Nee, daar mag je er wel in. Oh ja. En we zijn weer vol. Deze teleportpads kan je niet gebruiken, want die zijn uit. En nog een kies. Nou, geef me de code. Give me the code. Nou, dan moet ik waarschijnlijk eerst het alarm uitzetten. Ah, kijk. Ah, ja. Pew. Code red. Ja. Dan moet eerst het alarm uit. Ah, helemaal hier. Security. Surrender. Code red terminated. Area secure. 22 credits. Credits. Ah! Hey! Die bedoel ik. Die maakt mijn energy weer goed. En mijn energy was echt laag. Zo. We zijn weer vol energy. HP had ik net al gedaan. Die deur is eruit geblazen. Ook goed. Dan kunnen we de code 962 in gaan voeren. Was dat 962? Ja, ik dacht het wel. Ja. En keycard. Yeah! We mogen door voor de koelkast. Nee, ik stop hier wel, want anders wordt de video te lang. Ik bedank jullie voor het kijken en ik hoop jullie in mijn volgende video te zien. Doei doei!